Welkom mensen bij alweer een nieuwe aflevering op mijn YouTube kanaal. En yes, eindelijk mensen, het is zover. Team of the Year is uit. Tenminste uit, wij mochten nog stemmen vorige week wie wij graag wilden. En gisteravond zijn de eerste Team of the Year spelers uitgekomen. Ronaldo, Harry Kane en Messi. Op zich Messi en Ronaldo natuurlijk, ja echt super. Harry Kane op zich ook nog wel. Ik heb vorig jaar met hem de Team of the Season player gespeeld op 10. En het is echt een hele goede speler. Qua schieten, qua afmaken, qua sterkte. Ideale nummer 10, denk ik. Ik zou hem niet zo snel in de spits zetten. Maar goed, Harry Kane, we moeten het ermee doen. Voor vandaag, ja, benieuwd wie het gaat worden. Ik weet het niet. Volgens mij komen we vandaag van de middenvelders. Maar ik laat in ieder geval zien in dit filmpje wat mijn Team of the Year geweest zou zijn. En dan kijk ik dus niet naar de prestaties van de spelers afgelopen jaar. Maar puur op hoe zij als Team of the Year spelen in het spel zouden zijn. Dus ik kijk bijvoorbeeld naar fysieke spelers. Ik kijk naar spelers die gewoon heel snel zijn. Daar ga ik het gewoon op beoordelen. En dan zou dit mijn Team of the Year worden. Ik laat jullie even bij elke positie eerst zien wat de keuze is geweest waar we uit konden kiezen. Dus we beginnen achterin bij de doelman. En zoals jullie kunnen zien is het Team of the Year voor de goalkeepers bestaande uit Lloris, Navas, Oblak, Buffon en De Gea. Als we kijken naar de keepers, ja, dan springen er eigenlijk voor mij 2 of 3 keepers bovenuit. Navas zou eigenlijk mijn laatste keuze zijn. Daarna zou ik denk ik voor Oblak of Buffon gaan. En ja, de 2 beste keepers vind ik in mijn ogen op het spel nog zijn Lloris en De Gea. Puur omdat ze allebei gewoon een hele goede reflectie hebben. Maar goed, als ik uiteindelijk moest kiezen, dan zou ik toch voor De Gea gaan. Dus die pakken we er ook bij. Waar staat hij hier? En die zetten we als doelman van Team of the Year speler in mijn team. En dan gaan we door naar de achterhoede. Linksachter 2 CV's en een rechtsachter. En dit zijn de spelers waar we uit kunnen kiezen. Team of the Year genomineerd zijn Bonucci, Aspilicueta, Sergio Ramos, Thiago Silva, Godin, Piqué, David Luiz, Koulibaly, Vertonghen, Alonso, Sandro, Marcelo, Jordi Alba, Felipe Luiz, Alaba, Walker, Dani Alves, Carvajal en Valencia en Kimmich nog. Mijn voorkeur zal uitgaan naar de volgende spelers. Valencia, Walker, Sandro, Marcelo, Alonso, Koulibaly, David Luiz, Bonucci, Sergio Ramos en eventueel nog Thiago Silva. Maar we kunnen er maar 4 kiezen, dus ik laat jullie nu zien welke 4 ik zou kiezen voor Team of the Year. En de 4 spelers die ik heb gekozen voor mijn Team of the Year zijn... rechtsachter Walker. Centraal achterin Koulibaly met Ramos. En linksachter Alonso. Waarom heb ik deze 4 gekozen? Nou, ik zal het jullie uitleggen. Alonso, als hij een Team of the Year kaart krijgt, hij is groot. Hij kan goed schieten. Hij kan eigenlijk alles. Hij is eigenlijk een perfecte middenvelder. Maar hij staat linksachter. Dus ik denk als hij een Team of the Season. Of, sorry. Dus ik denk als hij een Team of the Year kaart krijgt. Dat hij en snel is en een ideale linksback heeft, ook door zijn lengte. Rechtsachter hebben we dan Walker. En waarom ik Walker heb gekozen is ook gewoon, hij is sterk, hij is snel. Dus als hij een Team of the Year kaart krijgt, ja, spreekt voor zich bij Walker, is dat gewoon een echte tank. En dan als laatste hebben we de 2 CV's, Koulibaly en Ramos. Ik vond deze best lastig, Ramos zou ik sowieso kiezen. Maar Koulibaly heb ik voor gekozen omdat ik ook denk dat als hij een Team of the Year kaart krijgt, hij is sterk, hij is snel, hij is al snel met zijn invormkaart. Dus ja, ik denk dat hij, als hij een Team of the Year kaart krijgt, misschien wel de beste verdediger van het spel gaat worden. Maar goed, dit waren de verdedigers. Ik laat jullie nu de nominaties zien voor het middenveld. En de nominaties voor het middenveld zijn Casemiro, Kanté, Verratti, Nainggolan, Kroos, Modric, Thiago, Iniesta, Isco, Bruyne, Eriksen, Dybala, Dele Alli, Arjen Robben en Forsberg. Nog nooit van gehoord, maar goed, die zit er ook bij. En ik laat jullie nu zien wat mijn 3 beste middenvelders zou zijn in een Team of the Year kaart. Wederom weer een hele lastige keuze. Ja, wie kunnen we kiezen? Er zitten wel een aantal spelers die ik zou nemen. Dybala, Alli, Eriksen, Modric, De Bruyne, Nainggolan en Kanté. Ja, dat zijn denk ik allemaal ideale Team of the Year spelers. Maar goed, we kunnen er maar 3 kiezen en op het middenveld zou ik deze 3 nemen. Om te beginnen met Nainggolan. Daarna kiezen we Dele Alli. En als laatste kiezen wij nog eens De Bruyne. En waarom heb ik deze 3 gekozen? Centraal verdedigende middenvelder.
Nainggolan, ik denk de beste speler die je in een Team of the Year kaart op middenveld kan hebben. Hij kan alles. Hij kan schieten, hij kan rennen, hij kan verdedigen. De ideale CVM, denk ik. Want mocht hij een keer voor de goal komen, kan hij ook nog eens afmaken. Daarna zijn dit de Bruyne en Ellie. En die vond ik persoonlijk heel lastig. Maar ik heb gewoon gekozen omdat ze groot zijn. Ze zijn best snel. Ze hebben 4 sterren skill moves. Dus ik denk als zij een Team of the Year kaart krijgen, dat ze gewoon nog sneller zijn natuurlijk. Nog veel beter kunnen schieten. Ook goed kunnen verdedigen op zich. Maar ja, ze zijn toch een iets aanvallende positie. Dus daarvoor heb ik voor deze twee gekozen. Ook puur door de sterkte die ze hebben. We konden natuurlijk ook voor Eriksen of een Isco kiezen. Maar die zijn gewoon veel slapper. En denk ik ook minder snel. Dus vandaar mijn keuzes voor deze twee posities. We hebben nog 3 posities over. Voorin, die zijn wat makkelijker. Dus ik laat jullie nu de nominatie zien voor de aanval. En genomineerd voor Team of the Year aanvallers zijn Aguero, Mertens, Suarez, Griezmann, Cavani, Lukaku, Kane, Mbappé, Lewandowski, Hazard, Sanchez, Neymar, Ronaldo, Coutinho en natuurlijk Messi. En ik laat jullie nu zien welke 3 spelers ik heb gekozen. En we beginnen natuurlijk met Ronaldo. Daarna kiezen wij in de spits Suarez en natuurlijk nog Messi. Waarom deze 3? Ja, ik denk dat ik er voor 2 niet meer hoef te spreken. Dat is Messi en Ronaldo. Denk ik, ja, de beste spelers op het spel. Ronaldo is sterk, heeft echt alles. En Messi is zo behendig aan de bal. Ideaal vind ik voor op nummer 10. De spitspositie was lastig. Ik zat te twijfelen tussen Lukaku misschien nog, Harry Kane. Of misschien zelfs wel Lewandowski. Misschien is Lewandowski in Team of the Year kaart wel heel goed. Maar goed, Suarez, ik weet dat hij gewoon heel goed is. Dus vandaar dat we gewoon voor Suarez hebben gekozen. Ik denk als hij een Team of the Year kaart zou hebben, heeft hij dus helaas niets gekregen. Zou het een ongelooflijk goede speler zijn. En in mijn ogen denk ik dan de beste speler die we kunnen kiezen. Maar goed, dit was mijn Team of the Year selectie. Hebben jullie andere spelers die jullie op een andere positie eigenlijk zouden willen? Laat het even hieronder weten. Ik hoor dus vanmiddag, volgens mij vanavond komen dan de andere Team of the Year spelers uit mijn hoofd. Volgens mij de middenvelders, maar goed, dat gaan we nog zien. Ik hoop in ieder geval dat misschien een van deze 3 erbij zit die ik heb geselecteerd. Dat zou ik in ieder geval heel vet vinden. En dan gaan we kijken wat het gaat worden. Ik wil jullie in ieder geval allemaal heel erg bedanken weer voor het kijken. En ik zie jullie weer bij de volgende aflevering.